Welkom dames en heren bij een nieuwe YouTube video van de Muscle Machine. Het is nu minder dan 2 weken voor de wedstrijd, 13 dagen geloof ik. De lichaam verandert per dag. Ik zit nu vanaf vandaag maandag op 1800 calorieën. De laatste loodjes eigenlijk afleggen. Voor iemand die normaal off-season 5000 tot 6000 calorieën per dag eet, is 1800 echt weinig. Dus we gaan het beste van maken. Vandaag neem ik jullie mee in mijn schouderroutine, schouder met traps. High volume workout, dus veel reps, niet te zwaar. En we proberen zoveel mogelijk bloed naar de schouders te pompen. We beginnen eerst met een lekkere warming-up en dan gaan we ervoor. Dus let's go! Yes, dames en heren, ik laat jullie even mijn voedingsschema zien van nu. 2 weeks out. Ik begin elke dag 75 minuten cardio per dag, verdeeld over 2 sessies. Dus vanochtend heb ik mijn cardio gedaan. Low days, ik heb alleen maar lage dagen. Beginnen met glutamine, 400 ml water, citroen, geperst. Daarna de eerste maaltijd, 4 eieren zonder eigeel. 40 gram havermout. Vitamine, kipfilet, rijst, hier staan alle doseringen. Kom ik uit op totaal 1871 calorieën per dag, 109 gram koolhydraten, 61 gram vetten, gezonde vetten en eiwitten 244 gram. Dames en heren, voor de mensen die afvallen, het is eigenlijk heel simpel. Breek je macro's, wat je dagelijkse behoeften zijn. Zo heb je een planning waar je aan kan houden en trust the progress. Dus betekent voor de mensen die willen afvallen, zorg ervoor dat je minder calorieën naar binnen krijgt dan dat je verbruikt. Dus je moet eigenlijk meer verbruiken dan dat je binnenkrijgt. Dat is heel simpel. En dan een combinatie van koolhydraten, gezonde vetten en eiwitten. Houd deze gewoon blij. Maak een planning voor jezelf en schrijf het op papier. Zo maak je pas progressie. Want anders ga je elke dag mee zitten van wat moet ik nou eten, wat ga ik nou doen. Snap je? Dus trust the progress en ga ervoor. Maar goed, genoeg gepraat. We gaan de workout in. Let's go. Yes, dames en heren. Ik begin met deze goede warming-up te doen. Als je goed hebt opgelet, is de handpositie heel belangrijk. Dus ik begon met pinken omhoog. Dus ik begon met het opwarmen van de side delt, de zijkantschouder. En toen heb ik mijn duimen omhoog gedaan, naar boven toe. Heb ik de voorkant opgewarmd. En dan duimen naar beneden. Zo omhoog heb ik de achterkant gepakt. Dus ik warm alle drie de koppen in 1 oefening. Ja, neem de tijd voor je warming-up. Op dit moment is het buiten nog gewoon koud. Ik heb iets langer nodig om mezelf goed op te warmen. Dus ongeveer 15 minuten pak ik de goede warming up voor de schouders. Zodat alle bloed zeg maar, naar elke 3 schouderkop vol zit. En dan pas gaan we beginnen met de working sets. Deze machine heb je trouwens bijna bij elke gym. Maak er gebruik van. Daarom zijn net die details zeg maar, belangrijk is wat te veel mensen niet weten. Dat maakt het verschil. Naar de volgende oefening. Ik heb het gevoel dat ik nog niet helemaal warm ben. Dus ik pak nog heel even kabels. Wat we doen, deze. Heel veel mensen gebruiken deze voor een side delt. Deze hallo eraf. Heb ik deze erop gedaan. Ja, zoals je kan zien. Deze gaat hier doorheen. En deze kabel is niet helemaal beneden. Maar op jouw polshoogte. Dus vanaf hier gaan we pakken. Heb je nog meer spanning, nog meer stress op je side delt, op je schouder, dan dat je hem van beneden hebt, dan is de spanning vanaf. Dus vanaf hier, dit is beginpositie en hier begint de spanning al. Dus we gaan met deze doen. Je hoeft ook niet te leunen, blijf gewoon rechtop. Yes, dus wat de bedoeling is, zoveel mogelijk bloed pompen naar de schouders toe. Dus de pomp zit erin. Pompkoffer gaat eruit. Dan zijn we goed warm. Ja.
begin met de eerste working set. Doe ik ongeveer, gewicht hoeft niet hoog, net wat ik zei, van het begin van de workout. De volume blijft er gewoon in, blijft gewoon pompen. Mijn energie is sowieso laag voor mij, dus we halen de beste set, beste rep, de maximale eruit van. Yes? Zit erin. Nu gaan we over naar de side delts. Pakken we dumbbells. Niet te zwaar. Meer voor de volume en high reps. Dames en heren, wat ook belangrijk is tijdens jouw workout, denk aan je ademhaling. Hoe meer massa je hebt, hoe meer zuurstof je hebt. Dus blijf ademen. Nooit je adem inhouden. Diep ademen. Dat is belangrijk. Zo hou je setjes en repjes tot de maximale. We doen één dropset tussendoor. We beginnen met hoog gewicht. Dan gaan we twee keer zonder rust zakken van gewicht. Dus probeer 6-7 herhalingen te doen. Max. En daarna over naar 2 kilo lichter. Weer 6-7 max. En dan weer naar 2 kilo lichter. Nee, let's go. Ga door naar de volgende oefening. De voorkant, schouders, voorkop. Zodra ik weer op adem kom, vooral nu heb ik iets langer rusttijd nodig. Je moet het echt zelf een beetje aanvoelen. Dus te lang rusten worden je spieren weer koud, maar te kort rusten, zodra je weer terug op adem komt, betekent dat je weer ready bent. Bij deze oefening probeer ik gewoon zoveel mogelijk reps te doen. 10, 15, als kan 20. Ik heb altijd 20, 15 in mijn hoofd, zeg maar. En dan zoveel mogelijk hou het volume gewoon in en leg ik gewoon bloed naar de schouders te pompen. Dat is wat belangrijk is. Dan door naar de rear delt oefening, weer de achterkant schouder. Dus de pec deck machine wordt vaak gebruikt voor de borst. Als je andersom zit, pak je de achterkant schouder. De reden waarom ik iets meer voorover leun. En dan kan ik die achterkant kop, zeg maar, van de schouder, kan ik nog meer stretchen. En dan het maximaal range of motion eruit halen, dan dat je alleen korte bewegingen blijft. Dus klein beetje voorover leunen, armen gestrekt. Naar achteren toe. Denk erom dat je triceps het niet gaat overnemen, maar een klein beetje boog erin, zodat je hem nog meer naar achteren kan. Maar als je hem gebogen hebt, dan ben je beperkt. Met deze oefening zorg ervoor dat je een mooie 3D look krijgt, zeg maar, in je schouder. Van de zijkant, achterkant en voorkant. Is dit mooi rond, een mooie definitie. De meeste mensen vergeten of die geven te weinig aandacht aan een spiergroep die je niet ziet. En een achterkant schouder, dus de rear delt, zie je bijna niet. Dus dat train je ook niet altijd. Daarom is het belangrijk om die focus op je zwakke punt te leggen. Tenminste, dat is wat ik doe. En dan, zorg ervoor dat je gewoon goede contractie hebt met de spiergroep wat je traint.
Eens doen we gewoon 3 working sets meestal. High reps, 12 tot 15 herhalingen. Als het kan gewoon richting 20. Als laatste doe ik de shoulder press. Dit is een compound oefening. Perfect om massa te bouwen. Maar op dit moment, omdat het dicht bij de show is, dicht bij de wedstrijd, heeft geen nut om die compound movement te doen. En de massa zit er niet in. Nou gaat de laatste paar weken om de conditioning. De definitie, de hardheid, de droogheid. Dus daarom pak ik deze als laatst. Maar het is wel een belangrijke oefening. Of het nou machine press is, dumbbell press, barbell press, military press. Dat zijn van die compound movements. Die kun je gewoon zwaar mogelijk doen. Maar net wat ik zeg, nu ik in de wedstrijdvoorbereiding zit. Ik hou hem wel in mijn schema altijd. Omdat het een van de beste oefeningen altijd zijn. Deze kun je wel zwaar pakken. De schouder is in principe een kleine spiergroep. Maar de compound movements zijn gewoon belangrijke massa builders. Dus daarom doe ik hem nu aan het einde. Nou is die schouder zeg maar mooi vol. Zit een goede pomp in. En dan voel ik hem aan het einde ook voor een lekkere. Iets minder gewicht. En 12 tot 15 herhalingen. En dan 3 working sets. Yes, let's go. De reden waarom ik bij deze oefening andersom zit, is omdat ik dan nog meer druk, nog meer stress op de voorkant van de schouder hou. Dan met de rug tegen de leuning. Als ik de rug tegen de leuning aan doe, dan steun ik meer met mijn onderrug. Dus haal ik meer kracht uit de wervel. Maar als je andersom gaat zitten zoals ik nu doe, met het gezicht richting het bankje, dan zet je nog meer stress, nog meer druk op je voorkop van de schouder en dat is wat we trainen. Voor een nekspier, dumbbell shrugs met de dumbbells free weight. En dan nog een keer met de stang. Dus 2 oefeningen voor de traps. Dus die pomp zit er goed in. Energie is laag. Ik merk dat de tank snel leeg is. Ik heb nog cardio sessie te gaan, 75 minuten per dag. Dus vanochtend heb ik 45 minuten gedaan. En straks na de training nog 30 minuten. Ik pop mijn laatste loodjes. Dit is waar het allemaal om gaat. Dedicated zijn. Doelgericht. En trust the progress. Weet je, ik heb gelukkig een goede coach, Lorenzo Leeuwen. Goede vriend van mij. Die kent mijn lichaam het beste. En dat is ook het meest vertrouwde persoon, zeg maar. Waar ik alles uit handen geef. Normaal ben ik niet iemand die een touwtje uit handen geeft. Ik wil alles altijd zelf onder controle hebben. Maar hij is de enige die ik gewoon erin vertrouw, 100%. En het merkt ook wel. Dus nog heel even, 10 december, Ironman. We zijn ready. We gaan die titel pakken, inshallah. De overall winnen. En dan jaartje trainen voor Pro Qualifier. Dat is waar we het voor doen. Let's go! Yes, persoonlijk vind ik makkelijker en fijner wanneer ik nektrainer shrugs pak met de dumbbells doe, heb je toch meer vrijheid. En dan pak je elke kant. Toch weer probeer je zoveel mogelijk zelf de motion te pakken, links en rechts, dan dat je met de stang doet. Want als je met de stang doet,
De ene leeft dan weer mee dan de andere. Dan is mijn houding zelf persoonlijk iets minder dan dat ik met de dumbbells doe. Daarom vind ik freeweight altijd het makkelijkste en het beste voor mezelf. Maar nu train ik niet te zwaar, omdat ik een wedstrijdvoorbereiding zit. Dus ik probeer gewoon slim te trainen. En veel mogelijk machines gebruiken om blessures te voorkomen. Yes, soldaten. De workout zit erop, zoals ik zei. Tijd om een shake in te nemen. De post-workout. Creatine van Muscle Machine Nutrition. De eiwitten. Ik weet dat momenteel veel producten zijn uitverkocht. We konden helaas niet meedoen aan Black Friday. Maar wees gerust. Aankomende week ga ik een leuke en goede kortingscode voor jullie online gooien om het recht te zetten. Het zit even moeilijk als je goede kwaliteit hebt, goede producten hebt. Soms zijn de grondstoffen gewoon moeilijker te verkrijgen. Het duurt gewoon iets langer. En zoals jullie weten, kwaliteit heeft gewoon tijd nodig. Niet te gehaast, maar heb je wel goed spul. En daar is waar het om draait. Geef deze video een like, een comment wat je ervan vindt. Probeer het in je eigen routine. Probeer het uit. Kijk wat je lichaam, hoe het aanvoelt. Luister goed naar je lichaam, dat is het belangrijkste namelijk. En dan zie je bij de volgende video. Vergeet niet te abonneren. Zet je notificatie aan. Ik zeg het 1000 maal, ik ga het ook blijven zeggen. De aankomende tijd, ook vooral na de wedstrijd, gaan heel veel leerzame video's komen waar jullie echt wat aan hebben. Geen bullshit talk, geen onzin dingen. Dus let's go. Trust the progress. Salut.